komende donderdag, dan is het eindelijk zover. Het allerleukste evenement van het Westland, de Proefronde Westland. En wat heb ik toch een prachtig gezelschap hier midden in het hart van Wateringen. Welkom Leo van Vliet, naast mij Esmee, de rondemis. Ja. Er is natuurlijk een beetje discussie over, ja, rondemis, moeten we dat nou wel, moeten we dat nou niet doen? Hè? Hoe sta jij nou in die discussie? Nou, ik denk dat het hartstikke leuk is om zo'n toevoeging op het podium te hebben. Ja. Naast de wielrenners, om leuke meiden ernaast neer te zetten. Wat doe je nu? Wat doe je tegenwoordig? Ik organiseer nog de Amsterdam Gold Race. Daar ben ik het hele jaar een beetje mee bezig. Voor de rest ben ik ook een dagje ouder geworden, dus ik geniet van mijn kleindochter. Dat vind ik het leukste. Ja, het is niet aan je te zien, Leo. Nee? Nee, je ziet er goed uit. De loting. Simpel verhaal, de Sprint Cup, want daar gaan we natuurlijk voor loten op dit moment. Koppels die tegen elkaar gaan rijden om de snelste tijd. Ze rijden twee rondes door het dorp. Twee keer een ronde van 1600 meter. Dat is in totaal dus 3200 meter. En in deze bak, bak A, zitten vijf namen van renners. In deze bak zitten ook vijf namen van renners. Dat is bak B. En hier zitten de sponsoren in. Dus ik stel voor dat jij de sponsoren eruit haalt. Ja. En ik stel voor, Leo, dat jij de mannen aan elkaar gaat koppelen. Laten we maar beginnen. Zal ik beginnen? Je mag beginnen. Het is echt... Het is nog niet zo eenvoudig, geloof ik. Fabio Jacobsen. Tom Lever. Uit ons eigen Schavenzanden. Aan een van de sponsoren. Vijf sponsoren die zich weer koppelen aan een sprintkoppel hier in de Sprint Cup van de Proefronde Westland. En Wittebrug, dat is de sponsor van het eerste koppel. Mooie koppel, Fabio Jacobsen en Tom Lezer. Ja, Steven Kruiswijk. Wat vind jij nou van Steven Kruiswijk? Ja, geweldig. In de tweede koppel. Met Koen de Kort, nou, dat is ook een mooie koppel. Kijk eens even. Welke en die gaan we koppelen aan WBE Westland Bloemen Export. Ik vind het tot nu toe mooie koppels. Ja. Bouke Mollema. Bouke Mollema. Maar dit keer zat het er niet in. Oh. Met Wout. Woutje Poels. Nou, Oké, wie is de sponsor van dit koppel? Wout Poels met Bouke Mollema. Renewy. Dat is een mooi bedrijf. Ja. En we hebben nog wel echt wat mooie namen. Al die balletjes naar de Filistijnen. Jesper Assomman. Ja, dat is een regionale jongen. Ja. Ramon Sinkeldam. Van Français des Jeux. En de sponsor bij dit koppel. Hey, Dylan Groenewegen. Kijk. Oh. Mooie naam. Dylan. Ja, dit is mooi. Dylan van Baan. Dylan en Dylan. Printer, ik denk dat zij wel favoriet zijn. Amstelbier. Komt ook bekend voor. We gaan het allemaal zien komende donderdag om 6:30 dus bij de Proefronde Westland, de Sprint Cup. En om 7:30 gaat natuurlijk de echte proefronde van start. Het programma begint al 's ochtends met heel veel activiteiten hier in Wateringen, in de kern. Zorg dat je er vroeg bij bent. Dan kan je ook alle renners aan zien komen, handtekeningen scoren, foto's en nog heel veel meer. Kort nog heel even een round-up. Fabio Jacobsen in een team met Tom Lezer en de sponsor daar is Wittebrug. Steven Kruiswijk gaat het samen met Koen de Kort opnemen tegen de rest. WBE is daar de sponsor van. Bouke Mollema, Wout Poels, allebei de Tour gereden. Door Renewy gesponsord, dit koppel. En Jesper Assomman en Ramon Sinkeldam. Assomman natuurlijk de man uit Wateringen voor hem een thuiswedstrijd. Zij worden gesponsord door Duindam Uitzendgroep. En het laatste koppel is dat het koningskoppel van komende donderdag. We gaan dat allemaal zien vanaf 6:30. Dylan Groenewegen en Dylan van Baarle. De ene won een etappe in de Tour de France. En de ander weet hoe het is om met de ploeg geel te pakken. Zij worden gesponsord door Amstel. Vijf mooie koppels dus. Komende donderdag hier in de kern van Wateringen. Twee rondjes door het dorp. Twee keer 1600 meter. En ja, het is echt iets om ons op te verheugen. Bedankt Leo. Ja, goed. Was gezellig. Dankjewel. Jij ook bedankt. Bedankt.